Vandaag, 3 december, is de officiële opening van het nieuwe winkelcentrum Oosterhof. Omroep Dommeland Nieuwsflits. 5, 4, 3, 2, 1. Vandaag de officiële opening net geweest. Ja. Hoe voelt het? Ja, super, super blij. Trots. Ik denk met z'n allen, ik spreek namens alle ondernemers hier op Oosterhof. Blij dat we weer open zijn, dat we de klant kunnen ontvangen in een supermooi winkelcentrum. Alles onder één dak, voldoende parkeergelegenheid en koopgenot. Ja, trots en blij. Hoe vindt u het geworden hier? Ja, geweldig. Ja, mooi hoor. Ja. Bent u al ergens binnen geweest? Ik ben bij Jumbo geweest. Ik ga nu naar de bak. Naar de bak? Ja. Wat gaat u kopen? Ja, wat denkt u? Ja, er is zoveel aanbieding tegenwoordig, ja, hè? Ja, ja, brood. Maar? Brood. Wat voor brood? Ja, speciaal brood. Dag, dames. Dag. Hoe vindt u het hier? Ja, mooi. Gezellig. Gezellig aan de koekje. Maar het is mooi, hoor. Ja. Hoe is er zo mooi aan? Nieuw. De ruimte. Ja. Wat is er nou mooi meer? Ja. Overzichtelijk. Ja. De ingang, buiten vind ik het ook heel mooi. Zwarte muren met mooie schilderingen. Ja. Lekker winkelen. Zeker weten. We zijn weer blij dat we terug kunnen. Ja. Ja. Heb je het al gezien? Nee, ik ben de eerste keer hier. Ik ben mooi rustig gebleven. Ik dacht, laat eerst die drukte maar voorbij zijn. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Lekker. Mogen we even meelopen? Ja, gerust hoor. Ja, dit heb ik natuurlijk wel gezien. Dit is er al lang open, dat gaan we iedere week. Ja, dat klopt. Maar de Jumbo heb ik nog niet gezien. Kijk. Wat was uw eerste indruk? Prachtig, prachtig, geweldig. Geweldig, hè? Blij dat het weer open is en nu rommel af achter de rug, hè? O jee. Nou, winkels, zou ik zeggen. Ja, dankjewel. Ik zou een herengeurtje nemen. Ja, denk het wel, hè? Doe maar deze. Ja. Moet jij maar die dots maken. Dankjewel. Dankjewel. Hoe vinden jullie het geworden? Ik vind het een hartstikke mooie Jumbo geworden, meneer. Ja, en de rest? Ja, ook mooi. Is dat maar geluk met de boodschappen? Ja, prima. Leuk winkelcentrum? Ja, heel mooi. Blij dat je weer open is. En vindt u het een beetje leuk worden hier? Ja, ziet top uit toch? Ja, mooi. Het winkelcentrum bedoel ik ook, hè? Oh, ik dacht... Ja. Ja, ik dacht, je bent hier bij Bas, dus... Ja. Ja. Nee, ja, alles. Wat is er zo mooi aan? Wat is er mooi? Stijlvol. Helder, duidelijk, overzichtelijk. Welkom. Nou, dat zijn 5 steekwoorden die er mogen zijn. Ja, goed, hè? Ja. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Voor de mannen ook, hè? Voor de mannen? Ja, zeker. Kunnen we blij maken? Ja, zeker. Wat denkt u, hè? Kan ook weer thuis komen, hè? Zo is het. Hoe vindt u het geworden? Heel mooi. Wat is er zo mooi aan? Nou, alles weer anders, gezellig. Mooie winkels. Ja. En eventjes pauze? En eventjes pauze. En u? Ik vind het heerlijk winkelcentrum geworden. Lekker licht. Ja. Alle winkels komen veel beter uit de verf. Mooi. Ik moest er even aan wennen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik mijn draai nog niet helemaal gevonden heb. Maar het is een geweldig winkelcentrum. Het is een enorme vooruitgang voor Bokstel. We zijn er heel blij mee. Vandaag de officiële opening. Ja, mooi. Gelukkig wel. Ja. Zeg, wij zijn, ik ben samen met mijn compagnon 3 jaar geleden in Bokstel begonnen. Een zaak van Stan van het einde overgenomen. En toen wisten we al dat het winkelcentrum verbouwd ging worden. Dus, maar ja, dat na 2,5 jaar dat je al wat je gekocht hebt weer af gaat breken. Niks mis mee. Maar er moet wel een flinke vooruitgang zijn. Ja, dat is toch wel geworden. We waren daar het jasje geroeid na ruim 2 jaar dan. En hier hebben we alle ruimte, nieuwe winkelindeling. En vandaag, dat de mensen erg enthousiast zijn. En vandaag de opening. Ja, gelukkig wel. Ja, mevrouw. Ja, goede man. Dank u. Ja. Hoe vindt u het geworden? Prachtig. Mooi. Eindelijk een mooi winkelcentrum. Ja? Ja, zeker. Heel groot, maar wel mooi. Even wennen. Jumbo. Jumbo is wel zoeken, hè? Ja, als je daar binnen bent. Maar dat geeft niks. Ik heb tijd. Oké, en nu lege fles inleveren?
Ja, dan heb ik al die tijd opgespaard. Ja, ik kom hier eigenlijk niet vandaan, dus, maar ik weet wel hoe het geweest is vroeger. En, waar komt u vandaan? Uit Vught. Speciaal hier naar de... Nee hoor, nee, mijn vriendin woont hier in het dorp, dus ja. Vandaar. Nee, ik vind het hartstikke mooi geworden. Ja, wat meer ruimer, hè? Vooral de Jumbo is er mooi ruim opgezet, dus ik kon alles vinden, geen probleem. Goed zo. Oké. Ja, we zijn natuurlijk al even open, wij zijn nou open vanaf 5 september. Dus vanaf 5 september kunnen we al genieten van deze mooie winkel. Alleen nu is wel gewoon, dat zie je ook, hè, de drukte is terug. Ja. De gezelligheid is terug en ja, dat is gewoon lekker. Veel succes. Dankjewel. Dankjewel. En, hoe vind je het geworden? Best mooi. Nee, doen we nog een keer. Supermooi moet je zeggen. En, hoe vind je het geworden? Best mooi. Nee, supermooi. Nog een keer. En, hoe vind je het geworden? Supermooi. Dat dacht ik ook eens. Burgemeester, een nieuw winkelcentrum, een vernieuwd winkelcentrum. Ja. Hoe belangrijk is dat voor de gemeente Boksel? Ja, enorm belangrijk natuurlijk. Iedereen in Boksel wil gewoon ergens een boodschap kunnen doen. Daar wil je niet altijd voor het hele dorp uit. Dus dan is dit, een winkelcentrum als dit, natuurlijk toch wel heel erg prettig. Het heeft lang geduurd, maar het is de moeite waard. Ja. Meestal zitten er op plannen die zo lang duren geen zegen, maar in dit geval is het goed uitgepakt. Dus misschien omdat het de laatste 3 jaar een beetje in de versnelling gegaan is, dat het iets minder lang lijkt. Heb je hier ook boodschappen doen? Ik kom hier ook regelmatig, ja. Ik zie alleen maar tevreden gezicht. Ik heb straks wat rondvraag gedaan. Iedereen vindt het hartstikke mooi. Ja, ik kan me voorstellen. Ik moet de eerste nog spreken die het niet zo vindt, dus ja. De samenwerking die er is geweest tussen de ondernemers, tussen de eigenaren en ook de buurtbewoners die op een positieve manier mee hebben gedacht. Ja, de samenwerking met de gemeente uiteraard maakt dat we nu een toekomstbestendig winkelcentrum hebben. En waarom is dit nu zo belangrijk voor Boksel dit? Nou, het is vooral een wijkwinkelcentrum voor de wijk Boksel-Oost, denk ik, van relevant belang. Ook omdat mensen te voet hier naartoe kunnen gaan of met de fiets. Maar natuurlijk ook als winkelfunctie voor heel de gemeente en ook voor daarbuiten. Ja, belangrijk dat dit winkelcentrum er is. Wel, uiteindelijk als je terugkijkt, een jaar bouwen lijkt lang. Maar door goed te plannen, te puzzelen, zijn alle winkels open kunnen blijven. En het had ook wel zijn charme. In een tunneltje, door een tunneltje lopen, een donkere tunnel op den duur, maar toch bereikbaar. Blij dat de klanten zijn blijven komen en we hopen ook dat ze in deze situatie de weg weten te vinden op Oosterhof. Ja. En de Jumbo is jammer genoeg niet zo groot geworden. Nee. Hij is een beetje ja, klein uitgevallen, zullen we maar zeggen. Nee, het is een topwinkel, supermooie winkel ook geworden. Ja, het is fantastisch. Ik heb er geen andere woorden voor eigenlijk.